Het Stedelijk Gymnasium kreeg woensdagavond bezoek van technologie- en internetondernemer Danny Mekic. Voor het project Stedelijk Gymnasium op collegetour organiseert een aantal scholieren een viertal bijeenkomsten met sprekers met allerlei disciplines. En Mekic is er daar één van. Waarom hebben jullie deze lezing georganiseerd? Ja, ik denk dat het vooral belangrijk is om leerlingen een bredere visie te geven op wat er nou precies is om na hun school te doen. Omdat er zoveel studiekeuzes zijn en als we dan ook maar een richting in kunnen duwen, dat is natuurlijk al heel wat, omdat je de keuze daar flink mee beperkt. Ik vind dat heel belangrijk. Een school staat of valt natuurlijk met de lessen die er gegeven worden. Maar dat zijn allemaal dingen die zeg maar binnen de muren van het schoolgebouw gebeuren. En ik denk dat het heel belangrijk is om de buitenwereld ook binnen te halen. En om leerlingen daar ook zelf een rol in te geven. Ik krijg veel aanvragen voor lezingen en meestal zeg ik nee. Maar toen deze binnenkwam, georganiseerd door leerlingen op een middelbare school die echt heel ambitieus leken te zijn, dacht ik, ik moet daar meer van zien. Ja, ik heb vandaag proberen te laten zien hoe het is om ondernemer te zijn op jonge leeftijd. Te laten zien dat je niet hoeft te wachten tot later of zo, wat dat ook mogen zijn, om te beginnen te doen wat je leuk vindt, om je dromen te achtervolgen. Dat je overal kansen in kunt zien. Maar ook bijvoorbeeld hoe je je studiekeuze zou kunnen maken, hoe dat bij mij gegaan is. Wat voor problemen je tegenkomt, hoe belangrijk het is om te netwerken. Technologie en de invloed daarvan op onze samenleving. Ik heb gewoon geprobeerd om een soort bloemlezing te houden aan onderwerpen die in mijn leven belangrijk geweest zijn. Ja, ik vond het zich wel interessant. Waarom? Ja, voor de rest niet echt veel van gehoord, nog van die informatie. Dus ja. Ik vond het leuk. Ik vond het heel interessant. Ik wilde al iets met ondernemerschap gaan doen. Ik wilde graag een bestuursfunctie bij een bedrijf beginnen, dus ik vond het heel handig. Leuk, gewoon pakkend. En hij is natuurlijk een goede spreker. En ik denk dat hij vooral gegeven heeft wat echt nodig is om te kunnen ondernemen. Gewoon dat je je passie moet houden. Niet alleen naar het geld kijken. Hoe belangrijk is dat om dat mee te geven aan leerlingen? Nou, voor sommigen niet. Ik sprak ook een paar die weten al waar ze naartoe willen gaan. Die komen naar zo'n middag toe voor de gezelligheid. Maar je ziet toch ook heel veel zoekende blikken. En als je dan met die leerlingen gaat praten, die zeggen ook, ik weet niet precies wat ik wil. Ik weet niet waar mijn droom precies naartoe leidt, wat mijn doel is. Of ik weet wel wat mijn doel is, maar niet hoe ik er kom. Ik ben natuurlijk een van de sprekers in een serie. En ik denk dat die serie heel belangrijk is, omdat je dan verschillende hoeken van de samenleving kunt laten zien. Dat je een perspectief biedt van, hey, daar kun je terechtkomen en zo zou je dat aan kunnen pakken. En ik hoop stiekem, omdat ik toch ook de jongste spreker ben, dat ik ook heb laten zien van, je hoeft niet te wachten tot je ouder bent. Je kunt ook gewoon nu beginnen met te ondernemen of ergens te gaan werken waar je het echt leuk vindt.